Ik ben dol op de Libanese keuken. Al die kleuren en geuren en smaken die erbij horen. Daarom ga ik vandaag arayes maken. Echt een streetfood snack. Hier gaat roze harissa in en granaatappel. En dat past perfect bij de kombucha met framboos en rozensmaak. Ik gebruik onder andere gehakt. En als je nou vegetarisch bent, kun je natuurlijk ook gewoon vegetarisch gehakt gebruiken. Ook ga ik ras el hanout gebruiken. Super lekkere kruiden. Heel geurig, past er perfect bij. Lekker veel peterselie. En tahin, dat is gemaakt van sesamzaadjes. Ik heb zin om te beginnen. We beginnen met het fijn snijden van een uitje. Twee teentjes knoflook. Die snijd ik fijn op dezelfde manier als een ui. En wat verse peterselie. De peterselie hak ik ook fijn. En een klein beetje bewaar ik alvast voor het eindresultaat. Dit gaat allemaal in een glazen kom, samen met wat gehakt. Hier gaat roze harissa bij. Dat is een pittige pasta uit Noord-Afrika. Eigenlijk een beetje te vergelijken met de sambal van het Midden-Oosten. En een beetje ras el hanout. Door die geur heb je meteen het gevoel dat je op een souk staat. Als laatste breng ik het op smaak met peper en zout. Nu gaan we de handen vies maken. Even kneden. Het platbrood gaan we in punten snijden en vullen met het gehaktmengsel. Arayes zijn dus een super populaire streetfood snack in Libanon en in Tel Aviv. Daar kun je het op iedere hoek van de straat krijgen en wordt het zo uit het vuistje gegeten. Dat gaan wij straks ook doen. Superleuk om dus te serveren op een tuinfeestje bijvoorbeeld. En wat ook leuk is om te serveren op zo'n tuinfeestje, is kombucha. Dat is gemaakt van gefermenteerde witte thee en kun je in verschillende smaken krijgen. De kombucha die ik gebruik is gemaakt door twee chefs die een spannende smaakcombinatie hebben weten te bundelen in één drankje. Nu ik ze gevuld heb, ga ik ze nog in iets kleinere punten snijden. Voor de dipsaus gebruiken we een beetje tahin. Daar gaat het sap van een halve citroen bij en een beetje water. En als laatste nog een beetje zout. Kijk, deze dikte wil je hebben. Dan gaan we bakken. Als de olie heet is, kunnen de arayes in de pan. Als ze goudbruin zijn, kunnen we ze gaan omdraaien. De arayes zijn lekker krokant gebakken, dus ik leg ze gezellig allemaal op een grote schaal. En om het af te maken, lekker nog wat van die granaatappelpitjes en nog een beetje peterselie. En bij dit gerecht hoort natuurlijk een lekker fris zomerdrankje. De granaatappel uit dit gerecht gaat super lekker samen met de frambozen uit deze kombucha. Het fijne is ook aan dit drankje dat er maar weinig calorieën in zitten en het is suikervrij. En om het af te maken vind ik het altijd wel lekker om er wat bevroren frambozen bij te doen. Ja, deze arayes zijn echt kleine smaakbommetjes. Ik snap wel dat dit zo'n populaire streetfood snack is. En dan dit lekkere drankje erbij. Dat zoete van die framboos past echt supergoed bij die pittigheid van die harissa. Mega lekker. Ik heb helemaal zin om hiermee in de zon te gaan zitten. Wil jij dit gerecht nou ook maken? Kijk dan voor het hele recept op 24kitchen.nl.